1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De afgelopen weken stonden bij Autoverneerde volledig in het teken van de verschillende generaties X3. En die laten we heel graag achter elkaar zien in onze vlog nummer 30. Hier gaan we. Al vanaf de vroege jaren 90 speelde bij BMW de gedachte om een keer een SUV te ontwikkelen, maar dan een die BMW waardig was, zulke goede rij-eigenschappen bezat, dat er niet als sports utility vehicle over gesproken zou worden, maar als sports activity vehicle. Toen BMW Groep in 1994 Land Rover overnam, kregen de ingenieurs de kans mee te kijken in de keuken bij de ontwikkeling van de volgende Range Rover. En de eerste generatie E53 X5 is gebaseerd op een mengeling van componenten uit de E39 rekken en datgene wat ze bij Land Rover zagen. Met de gebruikmaking van Range Rover en 5-serie componenten richtte de E53 X5 duidelijk op een luxe marktsegment. En nog tijdens de ontwikkeling van die auto begon BMW samen met Magma Steyr in Oostenrijk aan de ontwikkeling van de eerste generatie X3. De E83 maakt onder andere gebruik van onderstelcomponenten van de 3-serie E46. Die X3 kreeg in 2007 een ingrijpende facelift en in 2010 kwam het compleet vernieuwde model. Ik laat je nu eerst graag de verschillende uitvoeringen en varianten zien en straks gaan we rijden om te kijken welke verschillen er in het rijgedrag zitten. In het najaar van 2003 presenteerde BMW op de IAA in Frankfurt die eerste generatie X3 en in december 2003 werden de eerste showroom auto's geproduceerd, waarvan dit een typische samenstelling is met de saffierzwart metallic lak en het beige leer. Net als de X5 kreeg ook de X3 permanente vierwielaandrijving. Waar dat vierwielaandrijvingssysteem bij de E53 in de eerste bouwjaren echter gebaseerd was op datgene wat op de E30 geleverd werd met een vloeistofkoppeling tussen de voor- en de achterdifferentiëlen, kreeg de X3 direct het door BMW X-Drive gedoopte en veel modernere vierwielaandrijvingssysteem. Het vierwielaandrijvingssysteem op de X3 is permanent in die zin dat het altijd aanstaat. Je kunt het niet aan of uitzetten. De verdeling van de aandrijfkrachten tussen de voor- en de achterwielen is echter volledig variabel. BMW typisch gaat het grootste gedeelte van de aandrijfkrachten onder normale omstandigheden naar de achterwielen. Maar wanneer de omstandigheden daarom vragen, als je bijvoorbeeld op een wegdek rijdt met een plak ijs, is het elektronisch gestuurde tussenbak in staat om de aandrijfkrachten in 250 milliseconden volledig naar de vooras of volledig naar de achteras te brengen. Net als voor diverse onderstelcomponenten deed BMW ook voor de aandrijflijnen een greep uit de beproefde en bewezen E46 componenten. In de eerste bouwjaren van de X3 vind je daarom de befaamde M54 zescilinder, in dit geval de 3 liter topversie met 231 pk. Dat BMW zich voor die X3 een nog wat sportievere doelgroep voorstelde dan voor die X5 is iets wat je heel goed merkt achter het stuur. Daar neem ik je straks graag een rondje voor mee. Je ziet het ook aan de buitenzijde, waar een groot deel van de bumpers en de spanbordranden niet in de carrosseriekleur zijn gespoten, zodat wanneer je een keer de gebaande paden verlaat en langs een struikje of een steentje schraapt, niet direct lakschade op je auto hebt. De vormgeving suggereert anders, maar in werkelijkheid is nieuweling X3 nauwelijks kleiner dan de bestaande X5. De kofferruimte van deze E53 is bijvoorbeeld 465 liter groot, terwijl die van nieuweling X3 met 480 liter zelfs een fractie groter is. Ga je op zondagmiddag met vrienden naar de opera, ben je blij met het comfort van de X5, zet je op zaterdagmorgen de wekker extra vroeg om met vrienden te gaan kitesurfen of opzeilen, ben je natuurlijk blij met die grote kofferruimte van de X3. Op de achterbank hoeven die vrienden weinig in te leveren, want het verschil in breedte tussen de X5 en de X3 is maar liefst 2 hele centimeters. Tot jaren na de introductie was de X3 de eerste premium SUV in het iets compactere segment en fans en pers waren laaiend over de geweldige rij-eigenschappen. Ondanks het spectaculaire prijskaartje verkocht BMW er daarom ook een heleboel van, maar toch was er een deel van de doelgroep die vond dat BMW met de rij-eigenschappen en uitstraling van deze X3 misschien iets te sportief was gegaan. Voor modeljaar 2007 presenteerden ze daarom een ingrijpende facelift aan de X3, waarbij ze zowel tegemoet kwamen aan de vraag naar meer luxe en uitstraling op het gebied van aankleding, als ook meer comfort op het gebied van de rij-eigenschappen. Waar de bumper bij de eerste bouwjaren van de X3 bijna volledig niet in kleur gespoten was, werd voor de facelift al een veel groter deel van de bumper in de carrosseriekleur uitgevoerd. De taille wordt opgesierd met een klein stripje blank aluminium als detail. Ook de achterbumpers zijn voortaan bijna volledig in kleur gespoten. En de achterlichten hebben niet alleen een andere vakverdeling gekregen, maar hier doet ook de LED lichtgeleidertechniek zijn intrede met die mooie horizontale lichtgeleiders. Ook de onderuitse techniek kreeg een belangrijke update. Van de M54 uit het E46 tijdperk gaan we naar de Nico 52 motor uit de E90 generatie. Dankzij de toepassing van Velvetronic zijn de nieuwe motoren krachtiger,
en zuiniger. De aanduiding 2.5 SI hoort bij een 218 pk versie van de 2,5 liter N52, die daarmee op een HANA net zo sterk is als de 231 pk van het voormalige 3 liter topmodel. Voor modeljaar 2011 introduceert BMW dan de compleet vernieuwde tweede generatie X3, intern F25 gedoopt. Wat blijft zijn de speelse rij-eigenschappen, het wendbare gevoel. Nieuw is de nog luxere uitstraling en de veel grotere hoeveelheid optiemogelijkheden waarmee deze X3 echt een X5 Lite wordt. Waar de E83 X3 met zijn rij-eigenschappen appelleert aan het oldschool BMW gevoel en met zaken als de vertrouwde Diamond Key tot het eind van zijn productie laat zien dat hij op E46 techniek is geschoeid, slaat de F25 op heel veel gebieden eigenlijk meteen een generatie over en wordt bijvoorbeeld direct voorzien van de tweede generatie bloksleutel. Ook qua onderhuidse techniek maakt BMW met die F25 X3 in 2010 een enorme sprong voorwaarts. Waar de laatste E83's nog voorzien waren van de N52 zescilinder zonder directe benzine-injectie, vind je bijvoorbeeld in deze X-Drive 35i alweer de tweede generatie direct ingespoten zescilinder turbomotor. Een heel bijzondere uitzondering op die regel vind je in de 28i uit de bouwjaren 2010 en 2011. Alle F25 X3's hebben de ZF8 versnellingsautomaat en in geen enkel ander in West-Europa geleverd model wordt die nog gekoppeld aan de N52 zescilinder, maar wel in deze 28i met een 258 pk versie van de 3 liter N52. Opvallend aan de hier gekozen interieurkleur Oyster is verder dat alleen datgene wat je aanraakt, om het maar zo te zeggen, de stoelen, de rugleuningen, de achterbank en de armleggers met dat mooie lichte leer bekleed zijn. De rest van het interieur is donker, de boven- en de onderkant van het deurpaneel, de tapijten zijn allemaal stemmig zwart. Ook de uiterlijke configuratie van deze X3 met 6-cilinder is verder behoorlijk ingetogen, bijvoorbeeld met de standaard matzwarte raamlijstjes. Bij de volgende open auto is dat alweer heel anders. Hier zijn de optionele hoogglanszwarte raamlijsten geselecteerd, die dankzij de hoogglanszwarte staanders, spiegelvoetjes en spiegelhuisjes ook gelijk voor een veel luxere uitstraling zorgen. De carrosseriekleur is in beide gevallen 475 saffier zwart metallic, waar een beetje zo'n koperachtig ondertoontje in zit. En dat zie je heel mooi in het vergelijk met de raamlijsten, die op de individual afdeling van BMW echt hoogglans zwart gespoten zijn. Lakzwart dus, wat een mooi contrast geeft hier met die metallic lak. De wielen op deze X3 zijn goed passend bij de 35i topmotorisering, de stijl 309 19 inch breedset, het wiel van de folder en om die reden een van de meest populaire velgdesigns op deze generatie X3. Hoewel het interieur van deze X3 in stemmig zwart gehouden is, inclusief de optionele zwarte hemelbekleding, zie je aan zaken als het multifunctionele sportstuurwiel dat we hier met een riantere uitgevoerd topmodel te maken hebben. Fans die een nog sportievere uitstraling op hun X3 wensten, moesten het de eerste jaren doen met het als accessoire leverbare en achteraf gemonteerde aerodynamica pakket. Voor modelje 2006 introduceerde BMW op de E83 X3 ook een echt affabriek M-Sport pakket, zoals hier geselecteerd op deze ex-AG demonstratieauto. De vorm van de sportievere bumpers van dat affabriek M-Sport pakket lijkt wel op de aerodynamica pakket, maar ze zijn toch net weer even iets anders van vorm. Wat ze gemeen hebben is dat ze volledig in kleur gespoten worden, net als de wielkastenranden, voor een wat slikker uiterlijk op de X3. Ook bredere dorpels, uiteraard in kleur gespoten, maken onderdeel uit van het pakket, net als de welbekende hoogglanszwarte raamlijsten. En een opzetstuk op de kofferklep, waardoor ook de kont nog vetter toont. In het interieur van deze X3 zie je verder dat het M-Sportpakket natuurlijk ook bestaat uit de welbekende sportstoelen, het met extra glad, extra zacht nappenleer beklede M-stuurwiel en natuurlijk de zwarte hemelbekleding. Ook hier zie je verder dat alleen datgene wat je aanraakt, dus de stoelen, de rugleuningen, de achterbank en de armleggers met het lichtbruine leer bekleed zijn, de rest van het interieur is helemaal zwart, in tegenstelling bijvoorbeeld tot de E83 waar ik je straks in meeneem. Ook op de tweede generatie X3 biedt BMW natuurlijk een M-Sport uitvoering aan, zoals hier voorzien van de optionele 19 inch stijl 369 breedset met een 275 brede band op de achteras. Dat de tweede generatie X3 nog veel meer mogelijkheden tot personalisatie biedt, zie je hier bijvoorbeeld aan de gekozen samenstelling met de als onderdeel van het M-Sportpakket geleverde hoogglanszwarte raamlijsten, maar dan juist wel weer de gesatineerd aluminium dakrail voor een grappig accent. Net als veel leeftijdsgenootjes krijgt ook de F25 met het M-Sportpakket een in een contrasterende kleur gespoten diffuser. De carrosseriekleur is ook nieuw, 416 carbon zwart metallic is alleen in combinatie met het M-Sportpakket leverbaar en is hier heel mooi gecombineerd met beige leren interieur, waar in tegenstelling tot de auto die ik je net liet zien met het oysterleer alles hier mooi licht is, de onderkant van het deurpaneel, de tapijten, de middentunnels, zijn allemaal in die lichte kleur bekleed.
Dat het hier verder om een auto van de latere modellen 2013 lichting gaat, herken je aan de hoogglanzwarte panelen op het dashboard, die in eerste instantie optioneel, maar vanaf 2013 standaard geleverd werden. Tot zover ons historisch overzicht van de verschillende modellen en uitvoeringen. Hoog tijd om lekker te gaan rijden. En dat doen we om te beginnen natuurlijk met deze, een van de allereerste E83's, een 3 liter introductieauto. Instappen in die eerste X3's is heel herkenbaar, E46 3-serie. Deze sleutel, Diamond Key genoemd. Deze auto is natuurlijk bijna vol met alle opties. Dus ook typerende opklapschermen in het dashboard. En dat doet dan weer heel erg denken aan de ook op E46 techniek gebaseerde Z4. Waarvan die X3 overigens ook de teller geleend heeft. In mijn ogen een extra aanwijzing van BMW om aan te geven dat dit meer een 5-zits sportwagen dan een gezinsauto is. Dat is ook typisch natuurlijk. Die lekkere dikke grom van die Maria 54 6-cilinder. Hij blaast zelfs een beetje. En altijd super trefzeker hè, deze motor. Eén tikje lopen. En moddervet. Heel veel trekkracht belagen toerentallen. Is lekker wegrijden zo. Super lekker. Beefy en vet natuurlijk die aandrijflijn. En niet in de laatste plaats daarom is het rijden met zo'n X3 E83 een genoegen. Er zijn ook een aantal dingetjes die wel opvallen. De besturing is behoorlijk zwaar op deze auto. Die niet voorzien is van de optionele Servotronics snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging. En een andere typische eigenschap van deze aandrijflijn met de 5-trapsautomaat is dat die behoorlijk wil slippen. Je geeft gas, je hoort de toerental stijgen en alsof je in een pan met soep staat te roeren, kruipt de snelheidsmeter achter de toerenteller aan. De motor is een sterk stap voor, dus wat dat betreft is het geen probleem. Maar daar gaat wel wat energie verloren. Verder opvalt als je met deze auto met 125.000 km gereden onderweg bent, is dat hij nog wel super strak en stevig aanvoelt. De bouwkwaliteit van de eerste generatie X3, in Oostenrijk gebouwd, een steierpoeg, moet heel erg goed zijn. Komt uit Amerikaanse consumentenonderzoek ook heel goed naar voren. En als je er zo maar rijdt, kun je daar wat bij voorstellen. Ondanks dat deze auto inmiddels bijna 17 jaar oud is, voelt hij nog lang niet versleten. Hier in de chique villa-wijk Berg en Bos, net buiten het centrum van Apeldoorn, voelt de X3 zich heel goed op zijn plaats. En dat komt niet alleen door de chique kleurcombinatie op deze auto, met het saffierzwart metallic en het beige leren interieur, maar ook door het imago wat die X3 inmiddels heeft gekregen. Waar notarissen en makelaars voorheen in een oude Volvo reden, zie je ze nu graag in een X3 van die eerste generatie rondrijden. Zo strak als hij rijdt, zo strak ziet hij er ook van binnen uit, met de opvallende lichthout interieur sierlijsten en met onder andere het panoramadak, elektrische stoelverstelling, navigatieprofessional en zelfs hi-fi professional, bijna alle destijds leverbare opties, wat natuurlijk logisch is voor een dergelijke introductieauto. Hoewel bij de facelift ook heel veel onderhoudstechniek van die eerste generatie X3 werd geactualiseerd naar het E90 niveau. Bleven onder andere die oude vertrouwde E46 sleutels gehandhaafd. Die nieuwe N52 6-cilinder heeft hydraulische klepstoters. En die staat erom bekend dat hij bij koude start nog wel eens een beetje kan tikken. Maar dat deze auto goed onderhoud genoten heeft, hoor je als je de sleutel omdraait. Hij loopt meteen super mooi stil. Wat je verder direct opvalt als je met deze X3 wegrijdt, is dat die automaat heel anders aanvoelt. Samen met de nieuwe motor kreeg de X3 ook een compleet nieuwe versnellingsbak, de 6-traps ZF automaat. Met een sterk verbeterde lock-up werking. En dat voel je eigenlijk al vanaf de tweede versnelling. De ouderwetse roeren in die bak met soep is bij deze X3 voorbij.
dit voelt wat automaat betreft al heel actueel. Nog wel aardig is de historie van dit specifieke exemplaar. Deze auto is in 2007 nieuw geleverd aan een Zweedse diplomaat. En die heeft de auto een aantal jaar geleden meegenomen naar een uitzending in Myanmar. Compleet aan de andere kant van de wereld. Daar bij de dealer laten onderhouden en uiteindelijk weer mee teruggenomen naar Zweden. Daar hebben wij hem ingekocht. Zijdezacht schakelt die automaat zo. In het stadsverkeer kom je amper boven de 2000 toeren. En wat je hier in de bebouwde kom ook goed voelt, is een andere aanpassing die gedaan is bij die facelift. De eerste bouwjaren was er wel wat kritiek op het onderstel. Veel mensen vonden dat nogal stug. En dat is bij die facelift aangepast. Het onderstel is wat minder stug op de eerste aanslag. En daarnaast is de besturing wat lichter voor een makkelijker hanteerbaarheid in stadsomstandigheden. Hier in Ordebos zit een groot deel van de Apeldoornse sportverenigingen bij elkaar. En daar voelt dit exemplaar in zonnig Montego blauw over een beige interieur zich natuurlijk uitstekend op zijn plek. En ben je met een paar vrienden onderweg naar de sportclub, dan ben je natuurlijk ook blij met de grote kofferruimte van die eerste generatie X3. Die dus zelfs een stukje groter is dan die van de eerste generatie X5. Waarbij het beige interieur van onze eerste X3 de tapijten en de onderzijde van de middenconsole nog in het donkergrijs was uitgevoerd, is bij deze beige variant het hele interieur in dezelfde kleur. Waar wij wel een paar zwarte matjes aan toe hebben gevoegd voor wat extra contrast. Keyless entry. En dus die tweede generatie bloksleuteltjes al. Dan moet je eens heel even luisteren. Het speels is gebleven. Zeker ook in de vorm van het uitlaatgeluid in de 35i topmotorisering. De tweede generatie X3 heeft wel een enorme sprong gemaakt op het gebied van techniek, luxe, aankledingsmogelijkheden. Dit is echt een X5 Lite, een mini X5. Hoewel de vermogenstoename van iets meer dan 30 pk ten opzichte van een topmodel uit de vorige generatie, dat was de facelift 3.0 SI, later X-Drive 30i met 272 pk. Dit is natuurlijk de 306 pk, de N55 BMW's tweede generatie 6-cilinder turbomotor alweer. Maar die 34 pk maakt natuurlijk niet het grote verschil. Het verschil zit hem in het enorme koppel van deze 6-cilinder turbomotor. En dan ook nog eens een keer de koppeling aan ZF's fameuze 8-trapsautomaat. Die natuurlijk niets verloren laat gaan. En bovendien bij elke snelheid en voor elk toerental de juiste versnelling paraat heeft. En daarmee een ongelooflijk moeiteloze aandrijflijn in elk model BMW. En natuurlijk ook in deze X3. Super lekker. Start-stop heeft een intrede gedaan. En hier op de klinkerweggetje zo rondom de Lolaan voel je goed wat het EDC onderstel doet. Staat nu in de meest comfortabele stand, stand normal. En hier die 18 inch velgen met run flatbanden. Strijkt die alle oneffenheden over de klinkertjes helemaal glad. Daar kun je natuurlijk voor kiezen om hier per knopdruk sportmodus van het onderstel te selecteren. Maar veel beter laat je hem gewoon lekker in normal. Want het mooie van dit onderstel is, hij is comfortabel wanneer het kan. Maar zodra de omstandigheden erom vragen, detecteert hij met sensoren dat strak onderstel gevraagd is. En dan pas je dat direct aan. Comfort als het kan, strak als nodig is. Hier aan de Lolaan, vlakbij het Koninklijk Paleis in Apeldoorn, zit een aantal hele luxe seniorenflats. En daar voelt deze X3 zich natuurlijk uitermate goed op zijn plek in het chique mineral silver metallic. Bij deze hele vroege X3 35i gaat het om een ex-introductieauto van BMW AG. Die uiteraard voorzien is van bijna alles wat BMW op dit model aanbood. Dus dat kan ik je heel mooi laten zien. Te beginnen met het X-Line pakket wat je herkent hier aan die grijze streep in de voorbumper. De grijze streep onderlangs de dorpel. En het feit dat de raamlijsten in blank aluminium zijn uitgevoerd. Bij de configuratie van deze auto is dat dan nog eens een keer heel slim gecombineerd met de optionele gesatineerd aluminium dakrails. Waardoor ook dit mooi en geel wordt.
Naast de keyless entry die ik je net al liet zien, is ook de elektrische bediening van de kofferklep een van de noviteiten op de F25X3. In het interieur van deze oma-auto met nog altijd maar 64.000 km op de teller valt de fraaie combinatie met het roodbruine leren op de elektrisch verstelbare sportstoelen met memory op en de heel mooi bijpassend gekozen Fine Line Wave interieur sierlijst. In de 5 en 6 serie had je hem al vanaf 2003, in de X5 kwam hij in 2007 en in de X3 is hij vanaf deze hele vroege 2010 auto leverbaar. De head-up display, in dit geval al in de tweede generatie uitvoering met full color weergave. Een andere noviteit is de beschikbaar gekomen elektrisch uitklapbare trekhaak, die bij deze auto ook nog eens gecombineerd is met het meest uitgebreide surround view camera systeem, waardoor ook de optie voor de trekhaakzoom in de achteruitrijcamera functie beschikbaar komt. En daarmee komt ook alweer een einde aan ons overzicht van drie generaties en heel veel versies BMW X3. Vanaf de allereerste bouwjaren met de onverwoestbare Maria 54 zescilinder onder de motorkap, naar de latere versies met wat verfijnde techniek, maar nog wel dat echte oldschool BMW rijplezier, naar de tweede generatie F25, voor zijn leeftijd een ongelooflijk geavanceerde en moderne auto, voorzien van de meest actuele aandrijflijnen en achttrapsautomaten. De BMW X3 is een hele leuke aanvulling op het programma. Vind je het leuk om naar dit soort filmpjes over onze BMW's te kijken? Volg ons dan op Facebook of abonneer je op ons YouTube kanaal. Of nog beter, abonneer je op onze nieuwsbrief. Daarin brengen we je wekelijks op de hoogte van wat we nieuw binnen hebben en wat we nieuw binnen verwachten. Dan heb je altijd de eerste keus. Tot dan!